Welkom bij Vlogmasdag 20! Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag, het is 20 december. Dat betekent, het zijn gewoon nog 5 dagen, het is goed bekijkt. Tot kerst, het is volgende week gewoon al kerst. Chantal ligt nog lekker te stinken in bed. Ik ben inmiddels net aangekleed. Het is, laat leven we, 10:30. We zijn moe. We zijn het nagenieten van gisteren. We hebben geen zin om eruit te gaan. We wilden vandaag naar de dierentuin. Even kijken of we het wel of niet gaan doen. Want het is niet heel erg lekker weer. Maar aan de andere kant denk ik, joh, scheid, we kunnen ook gewoon overal binnen en overdekt lopen. Dus dat is op zich geen probleem. Dus even kijken of we dat gaan doen. Ik wil gelijk de adventkalenders gaan doen. Dan heb ik dat gewoon lekker gehad. Ik ga ook even sok aan doen. Want ik heb koude voeten. Dat is niet normaal. En mijn lipstick zit hier nog als restje. Oh, en ik ben trouwens vannacht mijn nagel. Deze nagel ben ik kwijtgeraakt. Mijn ringvinger. Deze vinger. Die ben ik kwijtgeraakt. Dus ik dacht vanmorgen, ik ga de resten afhalen. En dan doe ik gewoon hetzelfde kleur lakje op mijn vingers, zeg maar, want ik heb gewoon amper nagels. Dus dat, ik ga de kalender doen. Morning! Oké, nummertje 20. Yup, yup. Oh, hier. Ik ga deze voor je zoeken. Die hoef je niet te zoeken. Die zit op volgorde. Nou, en het is leuk. Ik heb hem niet open. Oh, ja. Ze gaan met de dag moeilijker open, dat is wel echt een merk. Oh jee. Dit is laten slopen. Kijk maar hoe ontploft, jongen. Jee! Ik heb een nagelfijl, daar ben ik echt blij mee. Ik kan hier genoeg nagelfijlen hebben, ik zweer het echt. Zo'n blok van met 4 verschillende kanten. Oh, dit is heel, dit is handig. Dit is echt heel handig. Groot. Oh, die is leuk. Een goudgeel nagellakje. Oh, die is leuk. Die wil ik eigenlijk op willen doen. Maar goed, die hou ik wel voor kerst. Ik houd hem wel voor kerst, alsjeblieft. Dus hebben we de nagelfilm en een nagellakje. Helemaal in het nagelthema waar ik net over begon, die ik nu kwijt ben. Maar goed. Dat is dat. Ik ga naar beneden. Ik ga koffie drinken. Ik ga ook koffie drinken. Ik ga wel even sokken aandoen. Yep. Ik ga wel even koffie drinken, want daar heb ik toch best wel een beetje trek in. En ja, we gaan kijken wat we vandaag gaan doen. Misschien naar de bioscoop, misschien naar de dierentuin. We zien het allemaal wel. Misschien lekker luieren. Misschien lekker luieren. Ik denk uiteindelijk dat dat het wordt, maar ik wil heel graag naar de dierentuin. Dus we gaan het meemaken. In ieder geval, goedemorgen. Goed, ik heb me inmiddels uit huis getoverd. Chantal is niet zo lekker, dus die ligt lekker op mijn bed te hangen. Maar ik daarentegen ben onderweg naar de winkels. Ik moet even een pakketje terugbrengen. En ik moest even langs de kruidvat. En ik moet een klein cadeautje voor mijn opa en oma en voor mijn oom en tante halen voor kerst. En ja, dat ga ik even doen. Het waait, het is koud. Ik heb mijn teddyjas lekker aan, die is denk ik lekker warm. Dus ja, ik ben onderweg. Ik heb trouwens een airco-broek aan. Dus mijn voeten zijn echt koud. Echt heel koud. Maar goed, even een klein kerstcadeautje halen voor mijn opa en oma en voor mijn oom en tante, dus voor onder de boom. Dus ik ben hun kerst gaan vieren. Voor mijn ouders wil ik iets kleins halen, even kijken wat. En dan komt het wel helemaal goed. Dus ja, let's go. Goed. Ik ben inmiddels al bijna thuis, maar ik kan wel zeggen dat ik goed ben geslaagd. Ik heb een kleine geitje voor mijn tante, een kleine geitje voor mijn oom, voor mijn opa, voor mijn oma. Ik zeg top. Ik ben er helemaal blij mee. Oh ja, en ik heb die spiegel van de reclame. Die flexible mirror met licht van de kruidvat. Heb ik ook gelijk meegenomen, want dat is toch wel heel erg handig. Hi allemaal. Ik ben ook aangekleed inmiddels. Ik heb deze jurk aan.
gewoon lekker fancy bij de Primark vandaan. Dus ja. Terwijl Kim de nagels aan het lakken is. Ja. En we roadtrip aan hebben staan, zoals altijd. Dat is standaard bij ons. Maar ja, kerstgala was leuk gisteren. Echt super gezellig. En ja, nu nog 5 dagen tot kerst, jongens. Ik heb er zin in. Ik moet nog 2 cadeautjes kopen. En dan ben ik klaar met mijn kerstinkopen. Ja, en ik heb alles al gekocht. Op 1 ding voor maandag, die moet ik nog halen. Ja, dus we zijn druk bezig met kerstinkopen, kerstgala. We hebben voorbereidingen voor kerst, alles, zeg maar. Dus ja, ziet ons leven er een beetje uit. Stage, moet mijn kerstpakket op mijn werk ook nog ophalen. Ben alleen heel benieuwd wat erin zit. Want ik zag iets van een collega van mij op Snap. Dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat ik mijn kerstpakket maar laat zitten dit jaar. Als ik zag wat erin zat. Dus ja, we zullen zien. Goed, Chantal is inmiddels naar huis. Ik ben omgekleed. Ik heb lekker alle kerstverlichting overal aangezet. Super gezellig. Ik heb net iets leuks gedaan. Ik heb namelijk een persoonlijke kerstkaart voor Chantal gemaakt en opgestuurd met een foto van ons tweetjes. Een foto, of tenminste een kerstkaart voor naartoe kan met een foto van ons tweetjes. En ik heb een kerstkaart laten maken voor mijn ouders namens de cavia's die we hebben. Krijgt ze morgen binnen met een hele mooie tekst erin. Ik hoop dat ze geëmotioneerd raakt. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat vinden. Het is een hele grote kaart. Ik heb de grootste kaart besteld die ze hadden. Dus hopelijk komt het goed. Ik ben heel benieuwd.